Limburg is een belangrijke provincie voor bouwbedrijven. Maar hoe zijn ze ontstaan? Daar ga ik naar op zoek in deze reeks Limburgse bouwpioniers. Vandaag in Heus de Zolder. Groep Zeisses Glasbedrijf. Opgericht in 1965 door Harry Zeisses. Van eenmanszaak tot wereldspeler. Er werken 150 mensen en een jaaromzet van 30 miljoen euro. Ik ben Harry Zeisses. Ik ben de oprichter en de eerste generatie van de groep Zeisses. Ik ben begonnen met vervangingen te doen, kapotte ruiten vervangen voor bekende familieleden, kennissen. En dan in 1965, toen ik dan 21 jaar werd, heb ik me officieel in orde gemaakt en ben een gehaltsregister gaan halen. Eerst nog als bijberoep tot de jaren 70. Het bedrijf opstarten was gewoon hard kunnen werken en dan heb ik in één keer de wind in de zeilen gekregen. Ik had een leverancier en daar kostte mijn basisproduct maar de helft, het glas kostte maar de helft. Dus dat maakte dat de liefde voor zelfstandig worden nog groter werd. De productie begon gewoon manueel op tafel. Ik had een oude installatie in Duitsland gekocht en dat was echt nog manueel werk. We zaten dan ook heel veel in de sociale woningbouw. Dat was prijzen kloppen, heel lage prijzen, maar veel productie maken. Het was een veel fijnere tijd op die tijd, maar de concurrentie bleef keihard. Ik heb ooit nog met de stootkar gegaan, naar de buur, woningen glas plaatsen. En als we nu vandaag zien dat niemand nog bijna een ruit manueel transporteert, dat allemaal kraanwerk is. Ik heb mijn eerste kraanwagen gekocht, heb ik en mijn vrouw 6 maanden over gediscussieerd. Nu lopen er meer kraanwagens hier rond als gewoon wagens. In 1999 heeft Dirk de vraag gesteld aan mij om de zaak te kopen of te krijgen. En hij heeft er dan een echte explosie van gemaakt. Hij kan geen ruit snijden, ik kon een ruit snijden, ik kon een ruit plaatsen. Dat kan hij allemaal niet, maar je kan wel zaken doen. Het begin was moeilijk, ik kwam van de schoolbank en ik ben het eerste jaar mee gaan monteren. Dus dat was voor mij heel zwaar. Maar daar heb ik natuurlijk wel de stijl geleerd en heeft me wel de mogelijkheden gegeven om van een hele solide basis, zal ik zeggen, verder te springen en het bedrijf verder uit te bouwen. Ik ben ook heel klein begonnen. En als ik nu vandaag met een fiets rondrijd, dan zie ik dat is ook een groot fabriek geworden. Ja, een droom die werkelijkheid geworden is. Dirk heeft een modelwoning geplaatst als showroom, zal ik zeggen. Waar al de nieuwe technieken in zitten. Zoals ramen die gans de vloer ingaan. Ook diezelfde raam kan gebruikt worden als schuifraam. Smalle profielen om weinig raam te zien. Hij heeft dan daar een zwembad in zitten waarvan de vloer naar beneden gaat. We gebruiken als zwembad. Ik kan die vloer boven zetten. Kunnen we het gebruiken als ruimte, ontvangstruimte. De binnenbeklaring zit privacy in. Dus glazen kunt mat maken en helder maken. Die dingen verkoopt hij ja, in de wereld, zal ik zeggen. Het bedrijf waar we begonnen waren, waar we nauwelijks in Heusden bekend geraakt waren, is nu een wereldbedrijf geworden, waar we in Rusland, zowel als Amerika, als in Malediven, als in Afrika glas leveren. Ik ben er heel fier op. Met een klein hartje wil ik toch een groot gevoel hebben. Ik ben de tweede generatie en de bedoeling is natuurlijk om van deze ruwe diamant een mooi geslepen juweel te maken. De groep Zeisses is in goede handen.